aangebroken, zullen we het bekendmaken? Heel nieuwsgierig. Kan je dat zien? Moet jij maar even je naam vertellen? Ik ben Megan. Dit is Megan. En Megan heeft een check. Van 35 kinderen. En die hebben met elkaar €200 opgehaald. We staan hier bij de Jan Barbierschool. Ik heb de directeur bij mij van de school. Ik mag geen mevrouw zeggen, dus Marloes Joosten. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben net wat moois meegemaakt in een van de klaslokalen met alle leerlingen. 35 leerlingen. Ja. Wat hebben jullie precies gedaan? Nou, we hebben vanaf de zomervakantie hebben wij met zending gespaard voor een goed doel. De kinderen nemen iedere maandag geld mee naar school om te sparen voor een goed doel. En dit jaar hebben we gespaard voor de kerstpakkettenactie. Normaal sparen de kinderen in Hellendoorn met scholen, nemen ze goederen mee die langer houdbaar zijn. Maar in verband met corona, het niet kunnen rondbrengen van de pakketten en de veiligheid van de mensen die het brengen, hebben ze ervoor gekozen om dit jaar tegoedbonnen te geven aan gezinnen. Okay. En daar hebben wij voor gespaard. Dat is de welbekende kerstpakkettenactie. En het zendingsgeld is dat net, ja, ik zou zeggen vroeger. Ja. Toen deden wij dat ook al op school. Maar puur het zendingsgeld wordt. En dan brengen dat in 4 maanden tijd 35 kinderen bij elkaar. Ja, dat klopt. Dus we hebben 4 maanden lang hebben de kinderen dit geld meegenomen naar school. Iedere week. Oké. Okay. Ja. Jullie hebben net contact gehad via Teams, zag ik. Ja. Met de organisatie. Nou, die Benneker was even in beeld. En die was heel blij volgens mij. Ja, ze was heel blij. Ze vertelde ons dat ze 720 gezinnen hebben mogen verrassen met een tegoedbon. En wij mochten hun verrassen met een mooie bijdrage. Ja, die heb je bij je volgens mij. Ja, die heb ik bij me. Ik heb de check bij mij. Een check van €200. Hij was 193. Dat waren jullie hem afgerond geloof ik. Wij hebben hem afgerond naar boven. En met 35 kinderen hebben we €200 bij elkaar gespaard. Geweldig. Zo'n kleine school en dan zoveel bij elkaar brengen. Ja, het zegt heel veel ook over hoe mensen hier met elkaar omgaan. Dat is echt prachtig. Het is echt hier nog de nobenschap, denk ik. Ja, heel erg. Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Heel fijn dat je even ons in school wil ontvangen en hier buiten nog even te woord wil staan. Ik wens je een hele goede dag en vast een fijne kerstvakantie. Ja, hetzelfde. Fijne feestdagen.